ons sociaal wijkteam zitten onder andere de gemeente. Vanuit de psychiatrische hoek zijn er ook mensen bij ons team betrokken. Vanuit de thuiszorgorganisaties en vanuit gehandicaptenzorg. De bedoeling is ook dat wij als generalist werken, dus dat wij multi-inzetbaar zijn. Dat we eigenlijk alle casussen oppakken. Dus binnen ons team is er altijd wel iemand, of die weer iemand weet, of die het zelf kan oppakken. Ja, ik heb echt, ik heb de briefje voor me. Nee, ik moet echt eruit. Ja, binnen 3 dagen. Rine vertelde me dat een collega van mij haar gebeld had en gevraagd had van wil je bij de casus in Kaberg-Malpartuis thuis gaan kijken, want er is een mogelijke uithuiszetting gaande. Ze treft daar een moeder aan die eigenlijk helemaal ontredderd is en zegt van ja, ik weet eigenlijk niet meer van hoe ik het allemaal moet doen. Ik heb heel veel huurachterstand, maar ik weet eigenlijk niet hoeveel en er zijn nog veel meer schulden. Dus Rine is daarmee aan de slag gegaan en is gaan kijken van wat is er allemaal wel duidelijk en wat is er niet duidelijk. Er waren helemaal geen signalen, vanuit school niet, vanuit de buren niet, vanuit niemand niet. Dus het is echt een verborgen probleem achter een gesloten deur. Ik ben gisteren op huisbezoek geweest bij de familie De Waard. Heb je daar al een inventarisatie van kunnen maken? Alles of alleen de woningbouwvereniging? Nee, van alles. Ze is aan de gang gegaan met alle instanties waar mogelijk schulden zouden zijn geweest. En die heeft ze dus allemaal onder elkaar gezet. En daar is een uiteindelijk bedrag uitgekomen. Via de kredietbank kun je altijd een advocaat, er is altijd een advocaat aanwezig. Dan kun je via de mensen worden ingebracht, de casussen. En dat wordt meteen verdeeld. En als we uiteindelijk erachter komen van, hey, we missen expertise, dan kunnen we die expertise altijd nog elders halen. Mevrouw, die moest bevallen op korte termijn en ja, dat is natuurlijk een argument om te zeggen van kijk eens of we niet nog iets kunnen. Ja, dan start je onderhandelingen en uiteindelijk blijkt dan dat die dagvaarding niet eens de deur uit hoefde. Omdat tegen de verwachtingen van de cliënten in de woningvereniging toch bereid was om uiteindelijk mee te werken aan een constructie. Het was in eerste instantie moesten ze 75% van het hele bedrag en daarna is er uiteindelijk uitgekomen dat ze 50% moesten gaan betalen. Nee, de woningbouwvereniging heeft er eigenlijk voor gekozen om niet bij het sociaal wijkteam aan te gaan zitten. Het is wel een gemis. De moeder gaf heel duidelijk aan, zei Rine, van ik wil voor dit gezin zorgen. Dit is kindje nummer 4 die ik op de wereld ga zetten. En die zet ik niet voor niks op deze wereld. Dus ik wil gewoon dat ze een goede toekomst gaan hebben. Rine, vorige week heb ik het gehad over familie De Waard. Hoe staat het er nou mee? Er zijn afspraken gemaakt over een voorschot wat betaald moet worden, zodat dan eventueel de uithuiszetting voorlopig van de baan is. Ja, het snelle doorverbinden. Je weet precies wie achter welke functie zit en wie waarvan je wat kan verwachten. Ja, die tip van die advocaat die heb ik ook voor een andere cliënt kunnen gebruiken. Dus dat was wel erg fijn. Ja. We proberen toch vanuit de eigen kracht van de mensen te gaan werken. Dus Rini heeft eerst met de ouders en de schoonouders contact gehad en mogelijk met andere buren en andere familie en vrienden. Vader van moeder zou mogelijk het geld kunnen voorschieten. Je hebt ook best wel veel overredingskracht nodig om vader zo ver te krijgen dat hij aan zijn dochter geld leent. Omdat hij gewoon niet weet of dat geld ook überhaupt terug gaat komen. Rini is met hem gaan praten. En gaan uitleggen van, joh, als u geen geld gaat lenen, dan staat uw dochter dadelijk op de straat. En met alle kleinkinderen erbij. Dat is ook niet wat u wil, denk ik. Familie De Waard inmiddels ook al positieve wending heeft. De rest weet het misschien nog niet meer. Ja, ik ga morgenmiddag op huisbezoek en ik mag u gaan vertellen dat ze niet uit huis gezet worden. Dat het kindje gewoon in een nieuwe woning geboren kan worden en dat eigenlijk de druk is van de ketel. Mijn verwachting is van het sociaal wijkteam dat het in de toekomst efficiënter kan doorverbinden en dat wij meer vertrouwen krijgen van alle andere hulpverlenende instanties om zo beter te kunnen samenwerken.